Voor Land Rover was 2020 het jaar van de elektrificatie. Een revolutie die ervoor gezorgd heeft dat ondertussen quasi elk model van de constructeur ook beschikbaar is als plug-in hybrid. Met als een van de grote speerpunten natuurlijk deze Range Rover Evoque plug-in hybrid. Wat er net zo speciaal aan is, dat vraag ik even aan Annick van Kouwenbergen. Dag Annick. Het gaat hier om een plug-in hybride, dus die kan dan ook volledig elektrisch rijden. Bepaalt de elektronica van de Evoque dat dan zelf wanneer dat hij zuiver elektrisch rijdt? En hoe ver kan hij dan zo rijden? De Range Rover plug-in hybride is een combinatie van een driecilinder benzinemotor met een elektromotor. Samen goed voor 309 pk en een koppel van 540 Nm. De Range Rover plug-in hybride heeft drie rijmodi. Je hebt de hybrid modus, waarbij de verbrandingsmotor en de elektromotor samenwerken en zorgen voor een optimaal rijcomfort en efficiëntie. Je hebt de EV modus, waarbij de wagen een elektrisch rijbereik heeft van maar liefst 55 km. En je hebt tot slot de safe modus. Bij de safe modus gaat eigenlijk enkel de verbrandingsmotor werken en gaat de laadcapaciteit of het laadvermogen van de batterij gaat gespaard blijven tot op het moment dat je beslist van het in te zetten, bijvoorbeeld bij het binnenrijden van een stedelijk gebied. Oké, dus hier beslist de bestuurder het dan zelf? Absoluut. Deze wagen kan van 0 tot 80% worden opgeladen met een snellader in amper 30 minuten. Heb je een wallbox van 7 kilowatt, dan duurt dat 1 uur en 24 minuutjes. En als je nu niet over een wallbox beschikt, geen enkel probleem. Je kan de wagen gewoon opladen via thuis, via een gewoon stopcontact. De CO2-uitstoot van deze wagen is amper, slechts vanaf 44 gram per kilometer, wat de wagen zeer fiscaal, zeer interessant maakt. De fiscale aftrekbaarheid is maar liefst 99,7%. De Evoque is zelf ook nog vrij nieuw, toch? Kan je ons misschien vertellen wat er allemaal veranderd is? Eerst en vooral wil ik even meegeven dat de Range Rover Evoque toonaangevend blijft en goed is voor maar liefst 30% van het Land Rover volume. Deze tweede generatie Range Rover Evoque beschikt over een nieuwe architectuur met een iets wat langere wielbasis. Dit maakt dat er meer ruimte achterin is en ook een groter koffervolume. Anderzijds is het zo dat die langere wielbasis geen effect heeft op het silhouet van de wagen. We hebben nog steeds de coupé-achtige daklijn, we hebben nog steeds de schuin oplopende flanken. Dit gecombineerd met LED-matrixlampen en met vlakke deurklinken. De horizontale inrichting van ons interieur creëren we een aangenaam gevoel van ruimte. Centraal in dit interieur is het nieuwe PV Pro infotainment systeem. Dit systeem werd onlangs bekroond als zijnde de best geconnecteerde technologie in de sector. In feite is het zo dat het even intuïtief is als de smartphones van de laatste generatie. Als ik aan Range Rover denk, dan denk ik toch aan het betere terreinwerk. Is deze Range Rover Evoque plug-in hybrid ook nog wel een echte 4x4? Absoluut. Deze Range Rover Evoque plug-in hybride is een Range Rover pur sang met dito fantastische off-road kwaliteiten. Dit dankzij de vele slimme rijhulpsystemen, zoals er bijvoorbeeld zijn de vernieuwde Terrain Response en de Clear Sight Ground View. Die maakt dat door middel van camera's je als het ware door de motorkap kan kijken. Deze slimme rijhulpsystemen zijn natuurlijk fantastisch bij het off-road rijden, maar zijn ook zeer handig en verhogen de veiligheid van de wagen in het dagdagelijkse verkeer. Oké, bedankt Annick. Heel graag gedaan. Ik wil graag onze experte Annick bedanken voor deze toelichting. U wil ik er graag aan herinneren dat u alle informatie over deze Range Rover Evoque en bij uitbreiding het volledige gamma van Land en Range Rover kan terugvinden op onze websites. Bedankt om te kijken en tot ziens.